ben Helga. Ik ben afgestudeerd als dierenarts en ik heb in verschillende dierenartsenpraktijken gewerkt. En vandaag ben ik productmanager hygiëne bij Indufarm. Indufarm is de leverancier van bedrijfsoptimaliserende producten en diensten in de professionele veehouderij, maar voornamelijk in de varkens-, pluimvee- en rundveesector. Dat doen ze aan de hand van 6 divisies, waaronder ook hygiëne, en daarvoor ben ik verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor de divisie hygiëne. Nu, dat is een heel ruim aanbod en heeft verschillende facetten. Nu, wat valt daar allemaal onder? Dat is onder andere stal, voertuig en dierhygiëne, maar ook persoonlijke hygiëne en kadaverhygiëne vallen hieronder. Diergezondheid ligt mij nauw aan het hart en dankzij mijn diploma dierenarts kan ik die theorie ook omzetten in de praktijk bij de veehouder. Verder is Indufarm een innovatief bedrijf dat de veehouder ondersteunt en begeleidt van begin tot einde en die ook een totaalpakket aanbiedt. En ik krijg er ook heel veel voldoening van om de veehouder daarin te helpen en te ondersteunen om bedrijfshygiëne te optimaliseren. Bioveiligheid omvat eigenlijk alle voorzorgsmaatregelen die genomen worden om introductie van schadelijke organismen zoals bijvoorbeeld bacteriën en virussen op een bedrijf te voorkomen. Enerzijds heb je interne bioveiligheid, daarbij trachten we eigenlijk de verspreiding van die schadelijke organismen te voorkomen binnenin het bedrijf. En externe bioveiligheid anderzijds, daarbij gaan we de insleep van die schadelijke organismen beperken. Nu, ik heb daarnet verteld over zowel interne als externe bioveiligheid. Een voorbeeld van een externe bioveiligheidsmaatregel is een hygiënesluis. Nu, wat is dat juist? Dat hoeft niet altijd een douche te zijn. Dat kan ook een omkleedruimte zijn waarbij bedrijfseigen kledij voorhanden is. En waarbij dat de mensen ook hun handen kunnen wassen. Dan hebben we een voorbeeld van interne bioveiligheid. Dat gaat voornamelijk over het reinigen van de stallen om die infectiedruk te beperken. En wij bij Indufarm hebben een uitgebreid gamma aan reinigings- en desinfectieproducten. Elke situatie is uniek. Daarom is het belangrijk dat wij bij de veehouder ter plaatse gaan om de situatie in te schatten. Welke producten gebruikt hij nu? Met welke problemen kampt hij juist en waar? En welke dierziekten zijn momenteel aanwezig op het bedrijf? Dan gaan wij over naar een grondige analyse en voorbereiding tot een plan van actie. Dat actieplan is bij ons beter gekend als het V+-programma. Dat is een kwaliteitslabel dat Indufarm aanbiedt om tot een gepersonaliseerd hygiëneplan te komen. Als veehouders hun bioveiligheid naar een hoger niveau willen tillen, of als zij vragen hebben in verband met onze producten en diensten, dan raad ik hen aan om zeker contact op te nemen met Indufarm.